Hallo en welkom bij deze Kliks video tutorial. Deze keer doe ik je enkele tips aan de hand om leuke ontwerpen te maken in PowerPoint. Ik ga dat doen met PowerPoint 2010. Een aantal van de technieken zal ook in oudere versies van PowerPoint werken, maar een aantal ook niet, en ik heb het dan vooral over de vormen en de, de word art die ik ga gebruiken. Ik maak deze uh, affiche voor een ogenschijnlijk bijzonder wanhopige voetbalploeg, maar niets houdt je natuurlijk tegen om die technieken ook gewoon in een echte PowerPoint-presentatie te gebruiken. Nu, om mijn affiche te maken, begin ik uiteraard met uh, een afficheformaat. Ik ga ervoor naar ontwerpen en dan zie je hier pagina-instelling staan. Standaard staat dat op dia. Ik zet de mijne op A4. En uh, ik doe dat vooral om het makkelijker te maken om ze later te printen. Je zal ze waarschijnlijk willen afdrukken op een A3-tje. Maar uh, als je dat hier op A3 zet en je wilt hem op een gewone printer afprinten, dan gaat hij hem op twee verschillende pagina's zetten en zo. Dat is een beetje vervelend. Dus zet dat gewoon op A4 en dat wordt wel automatisch uitvergroot als je dat later op groter formaat wil afdrukken. Wat kan ik hier nu allemaal doen? Ik begin met een, een logootje. Dat doe je met invoegen en dan zie je hier afbeelding staan. Je kan hier, ik zal hier als voorbeeldje nog eens mijn bed boven halen. Zo, dat zie je, dat is heel simpel. Wil ik het iets moeilijker maken, dan ga ik hier met vormen beginnen werken. Je ziet, ik heb hier een, een uh, redelijk amateuristisch Geneverglaasje gecreëerd. En dat kan je perfect doen met de tools die je in PowerPoint zelf vindt. Je gaat hier naar opmaak. En dan zie je hier allerlei vormpjes. Je kan hier bijvoorbeeld. We zullen het dus met een, met een vrij simpel rondje proberen. Voilà. Zo. En vooral handig aan dan zeker de, de vormen in PowerPoint 2010 is dat je die kan gaan bewerken. Je ziet hier. Punten bewerken. En wat je dan krijgt is een soort van um, vectortekening. Je ziet zo'n vector dat werkt aan de hand van een aantal parameters. Je kan hier de boog van je lijnen veranderen. Je kan, oops, je kan de, de punten zelf vervangen of ver, van plek veranderen. En dan kan je daar een beetje Proberen een leuke vorm mee te maken. Wil je daar nu verder nog een, een soort effectje op zetten, dan kan je dat hier met uh, vormeffecten doen. Je ziet, je hebt er een aantal vooraf ingestelde. Dit lijkt een beetje op een soort 3D, laten we zeggen, vloeistof. Uh, je hebt er een aantal andere doorschijnend. We zitten al aan misschien water. Je hebt hier ook echt pure. Uh, Projecties. Je kan daar eigenlijk mee doen wat je wil, want je hebt hier elk van die dingetjes kan je apart instellen. Zet ik er een weerspiegeling onder, zet ik er een soort vreemde gloed rond, dat soort dingen. Het zijn allemaal heel coole uh, toepassingen die je daardoor kan gebruiken. En eigenlijk kan je met een stuk tekst net hetzelfde doen. Je hebt hier, laten we hier een, als ik tekst wil invoegen, dan ga ik ook weer naar uh, invoegen tekstvak. Ik ga hier voor de gemakkelijkheid deze tekst gebruiken. En dan kan je daar ook weer mee allerlei verschillende, wat uh, PowerPoint dan wordart noemt. En je ziet hier ook al staan teksteffecten. Dus eigenlijk hetzelfde principe als wat ik daarnet met dat, uh, met dat vreemde druppeltje heb gedaan. Je ziet hier ook weer de gloed staan, schuine randen. Wat vooral leuk is met tekst is dat je daar ook allerlei um, gekke uh, vormpjes mee kan maken. Dat heb je natuurlijk met die, met die vormen niet. Dat zijn de belangrijkste nieuwigheden die je in uh, Office 2010 kan gebruiken. Voor nog enkele andere technieken en tips raad ik je aan om ook de video-workshop over Excel te bekijken. Daarin leg ik bijvoorbeeld uit hoe je uh, zo van die kleurvakjes maakt en hoe je uh, leuke grafiekjes maakt voor in Excel 2010.